Dames en heren, welkom bij N1. Ik ben Dreon en dit is de allereerste Let's Play die we gaan doen. Het is natuurlijk zo dat ik al een tijdje na heb zitten denken om een Let's Play te maken, maar nu kom ik er niet meer onderuit en ga ik gewoon beginnen. Ik ga beginnen met Forager. Voordat we gaan beginnen wil ik eventjes Zavi bedanken voor deze geweldige shirt. Ik zal hem eventjes laten zien. Zavi is een website waar je heel veel verschillende gamershirts kan kopen en ook heel veel Nintendo gerelateerde shirts. Daar kun je zelfs korting mee krijgen als je onze code gebruikt, Nintendo, dus N1 en Nintendo. En dan krijg je 25% korting op bijna alle Nintendo merchandise. Dus ja, ik hoop dat jullie er gebruik van willen maken. Forager is een survival game waarin je zoveel mogelijk spulletjes moet verzamelen en ook zoveel mogelijk moet zien te maken. Ik heb hem heel eventjes gespeeld om te kijken hoe het werkt. Ik ga nu natuurlijk gewoon opnieuw beginnen en ja, ik denk dat we vast wel lol gaan maken. Alright, dus we beginnen gewoon een nieuw game. B open ik een menu. Kan ik spullen maken? Ik moet beginnen met de furnace maken. Daar heb ik 10 stone van nodig. Laten we dan gewoon beginnen met kappen. 9 stone. Nou, 12. We hebben al voldoende. Al meteen even wat iron erbij. Dan gaan we de furnace bouwen. En hiermee kunnen we denk ik spulletjes smelten, maken. Ah, coal, brick, iron ingot en gold ingot. Alright. Ik zie bosjes. Ik zie ook dat mijn stamina op begint te raken. Of ja, op begint te raken. En die vul ik hiermee in ieder geval aan. Het eerste volgende wat we kunnen maken is een forge. We hebben iron ingots en bricks voor nodig. Oh, natuurlijk ook coal. Oh, hier kunnen we heel gemakkelijk kool pakken. Nou, inmiddels hebben we genoeg bomen gekapt om kool te kunnen maken. En dan maken we er gewoon zoveel mogelijk. Oh, ik klik verkeerd. 3 stuks. Het mooie aan dit spel is dat het lekker simpel is en dat je eigenlijk gewoon eventjes rustig kan ontspannen. Ik ben wel benieuwd hoe moeilijk het wordt, want ik weet ook dat je kan dodge rollen, dus dat betekent wel dat er een bepaalde gevechtsstrategieën zullen moeten komen wanneer het tenminste moeilijker wordt. Hey, level up. Iedere keer als je een level omhoog gaat kun je een skill uitzoeken. Fairies. In XP when building structures. Daar gaan we voor. Poef. En tussen beginnen we gewoon nog wat bomen te hakken, spulletjes te verzamelen. Ik moet nog bricks hebben. Maar dan moet ik natuurlijk wel genoeg kool hebben om al die spullen te kunnen maken. Even kijken. Bricks hadden we 4 nodig. Dan hebben we nog iron nodig. 4 stuks. Zo, dat gaat niet. Dan maken we eerst coal bij. Het wordt donker. Maar laten we hopen dat we in ieder geval niet aangevallen worden door iets. Het ziet er nog redelijk rustig uit. Dus 4 iron. Oké, dus het duurt wel echt best wel lang per forge. Dus het makkelijkste is natuurlijk om daar gewoon 5 forges te maken en daar alles in te stoppen. Maar dat is een mooi ding voor de toekomst. Forge. Oh, net als een furnace trouwens. Volgens mij zei ik forge, maar dat maakt niet uit. Hier kun je coins mee maken, keys, slimy pickaxe en een bottle. Ik weet nog niet eens wat we ermee kunnen, dus... Jij mag dood. Dat is een vuurvliegje die ik denk ik niet kan vangen of zo. Heb ik daar spullen voor? Nee. Ik kan wel een sewing station maken. Ik denk dat ik nu gewoon zoveel mogelijk moet gaan forgen. En gold moet gaan maken dan.
doen we gewoon. Ik weet verder ook niet echt goed wat we nodig hebben. Ik neem aan dat ik straks ook verlichting kan maken, misschien een gebouw. Ik heb verder niet zo heel veel gekeken van deze game, juist omdat ik wilde dat het een beetje een verrassing was. Ik heb volgens mij één eilandje unlocked en toen ben ik gestopt. Om ervoor te zorgen dat natuurlijk niet alles vanzelfsprekend is als ik zit te spelen. Even kijken. Hier heb ik coins. Hey, gold. Nog meer gold. Worden rijk. En dan kun je land kopen voor 30. Ja, laten we daar maar gewoon mee beginnen. Leuk die transitie tussen dag en nacht. Grappig muziekje en dan daarna heel rustig. Hoppakee. Hoeveel gold hebben we? Oh, ik ben level up. Had ik nog niet eens door. Torches, structures cost 25% less wood. Torches is wel makkelijk denk ik in het donker. Al ben ik ook wel heel benieuwd naar magic. Ik ga hier gewoon voor. Oeh. Hey, 20% meer XP, daar gaan we sowieso voor. Zorg natuurlijk ervoor dat we over de lange haal sneller level up zijn. Hey, gold. Beetje verstoppen. Ik zag het wel. I will get you, gold. Oké, laten we hopen dat hier minimaal 6 gold uitkomt. En dan kan ik een nieuw eiland kopen. Hey, 8 gold. Ik weet niet of 8 gold standaard is. Of... Wow. Het is overigens at random. Want ik weet nog wel dat ik toen een eiland had unlocked. Met heel veel verschillende kleine eilandjes erop. Dus dat is ook wel grappig. Oh, hij heeft alweer honger. Die man eet wel veel. Oh. Ik denk niet dat ik hem had mogen sparen. Oh. You are amazing and we love you. Thanks. Dat vind ik lief. Ik zag iets over de slimy pickaxe. Daar heb ik nog wel heel veel iron voor nodig. Dat wordt onze volgende missie. Even kijken. Hey. That's enough. Ik heb al 55 wood. Ik weet god niet wat ik ermee kan, maar... Hey. Level up. Nou wordt het tijd om XP te pakken dan. 20% is ook eigenlijk niet niks. Unlock swords. Ik stel voor dat we in ieder geval gaan zorgen dat we goed genoeg kunnen vechten. Ik weet niet hoe snel dat zeg maar moeilijker wordt, maar lijkt me nooit een fout iets om te doen. Al ben ik wel van het bouwen. Oh, hier hebben we een fairy. En wat doet de fairy? Hoi. Oh, die heeft XP bij. Gratis XP, let's go. Even kijken. Hey, slimy pickaxe. Slimy pickaxe, let's go. Damage is increased by 75%. Gain 50% more jelly when killing slimes. Oké. Dat is altijd mooi meegenomen. In de tussentijd gaan we gewoon door met verzamelen. Ik hoop eigenlijk wel dat we daar weer iets van gold kunnen krijgen. Want je hebt nog maar eentje. En in de tussentijd gaan we voor de XP. Wat gebeurt als ik hem sla? I still love you. Why? Why? Ik ben stiekem wel benieuwd wat er gebeurt als ik ze vermoord. Maar ik ga het denk ik niet doen. Want zo ben ik niet. Zo ben ik niet als persoon. Je hebt wel heel af en toe dat hij misslaat. Terwijl ik echt wel het gevoel heb dat ik ernaast sta. Maar misschien doe ik iets verkeerd. Hé, een bloemetje. Hey, level up. Ik wil volgens mij voor zwaarder gaan.
Maar een torch is ook wel makkelijk. Storage, unlocks vaults. Ik ga eerst voor de torches. Dan gaan we eens beginnen met het maken van wat torches. Laten we deze boys ook even verlichten. Kijk eens aan, jongens. Speciaal voor jullie. Hey, level up. Dat gaat nog wel lekker snel op het begin. Ik ga voor cotton. Let's do that. Even kijken. Hey. Hier groeit volgens mij cotton. Die heb ik in mijn vorige plane nog wel gekregen. Eigenlijk al zowat meteen. Toen vond ik het al een beetje raar. Want die moet eerst groeien en dan was kun je erop slaan. En ze zien er daar een beetje raar uit. Dus ik was allemaal aan het slaan. En kun je er niks mee. Ik denk wel dat het slim is om zo snel mogelijk nog een furnace bij te zetten. En met zo snel mogelijk bedoel ik gewoon nu. Hop. Bieten. Ik vind het ook mooi om te zien hoe snel ik afgeleid ben, want ik denk er nu pas voor aan dat ik eigenlijk een tailor ging maken. Of hoe heet het? Een sewing station. Dus doen we het maar alsnog. Dan ben ik meteen weer een level up. Ik heb nog niet zo heel veel moeilijke enemies gezien, dus zwaarden lijkt me nog niet echt nodig. Ik denk dat ik maar gewoon op de sewing station eventjes ga focussen. Forges create 4 extra coins every time. Oké, okay, dat is de volgende die ik ga pakken. Want coins heb je echt wel flink nodig. Ik neem aan hoe groter jouw wereld wordt natuurlijk. Hoe meer je rond aan het lopen bent. En er gewoon een steady supply staat. Nu is het echt wachten totdat iets groeit. Dat zal eigenlijk niet meer nodig zijn. Oké, okay, het wordt denk ik gewoon tijd voor mij om een nieuw eiland te kopen. Zodat ik meer goud kan krijgen. Of misschien ook koeien tegenkom. Hey, gold. I need it very bad. Ik moet er nog eentje meer hebben. En dan heb ik genoeg gold om het volgende eiland te kopen. Tenminste. Ik heb er al twee. Nou, let's go. Zo, hij is gewoon leeg. Kijk. Oké. Okay. Dan moet ik eerst een brug maken om daar zien te komen. Dat kon ik hiermee doen. Hoppa. I need a key. En hoe maak ik een key? 4 iron ingots en 2 gold ingots. Oké, okay. Iron kan ik al 4 maken. Gold niet. Ik vraag me af of ik hier iets mee kan. Ik vind het leuk dat ze me aardig vinden, maar ik heb hem tot nu toe nog niet heel veel aan gehad. Daar kan ik niks mee. Wat heb ik aan liefde als ik er niks voor terugkrijg? Level up. Weed. Oké. Okay. Unlocks boots, unlocks gloves. Ik heb er niet eens leer, dus laat staan de rest. Dit wordt hem. We moeten toch zo snel mogelijk allemaal coins zien te verzamelen. En nou neem ik aan dat er iets moois in die kist zit, anders heb ik dit allemaal voor niks gedaan. Glasses. XP gained increased by 20%. Dat betekent dat ik nu al 40% meer XP krijg en er super cool uitzie. Ik zie er wel uit als een baas. Boss. Even kijken. Wat wordt het volgende dat ik ga maken? Hey, extra goud. Oh, is een topaas. En een koe. Daar hoef ik niet zo heel lang over na te denken. Die moet dood. Want dan krijg je tenminste leer. Ik zie ook al een kip. Een
Kip geeft geen leer, maar wel vlees, hoop ik. Oh, en een eitje. Dan mag je rond blijven lopen. Oh, my inventory is full. Ik ga gewoon half vlees eten. Nu is het gewoon echt zoveel mogelijk gold farmen en zorgen dat ik level up ga, zodat ik nieuwe dingen kan maken natuurlijk. En nu is het een beetje, welke van deze spullen heb ik niet nodig? Ik denk de fiber zo lang. Ik kan nog verder niks maken. Oh, hey. Ik kan maar denken dat ik daar leer voor nodig heb. Nou heb ik voor niks mijn fiber weggegooid. Boom. Four more inventory slots. Hoppa. Dat is het waard. Ik ben ook benieuwd of ik daar misschien een soort van over kan hebben. Ik ben ook bijna level up, dus laten we die even afwachten. Kijk ook voor de furnace levels. Nee. Wel voor het killen van de slime. Oké, even kijken wat ik... Oh, markets. Dat is wel een goeie. Ik neem aan dat ik dan die topaz en al die andere soort spullen kan verkopen. Hoop ik tenminste. Of moet ik zelf een market bouwen nou zeker? Vijf leer. Alsof het niks is. Nou, dan kan ik weer een nieuw eiland unlocken. Kan die van 80 of die van 60 pakken? Zo valt dat gewoon boven gaan. En daar staat een grafsteen. En koeien, dus ik neem aan dat ik dan nou wel eindelijk veel meer leer kan krijgen. They mad, bro. Nu moet ik uitkijken. Oké, de Forging Obelisk. Zorgt voor meer XP. Nou, dit was hem alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dit is de eerste keer dat ik een soort Let's Play maak voor Nintendo. Ik heb er zelf best wel van genoten en ik hoop jullie ook. Mocht je meer van dit soort video's willen zien, laat het even weten in de reacties. Ik zou graag door willen gaan met de Forager. Als jullie dat graag willen zien, dan ga ik dat zeker doen. Mocht jullie graag een andere game willen zien, laat het dan ook even weten in de reacties. Ik ben Dreon van N1 en ik zie jullie de volgende keer weer. Later.